Dit is de Siemens EQ9, de S500. Het paradepaardje van Siemens. Hij heeft ook een barista-modus waarbij je alles kan afstellen zoals jij je koffie zou willen. De specificaties. Je zit met één druk op de knop de koffie die jij zou willen hebben. Je kan zelfs ook twee latte macchiato of cappuccino tegelijkertijd maken. Aan de bovenkant heeft hij een bonenreservoir van 250 gram. Aan de zijkant heeft hij een waterreservoir zitten van 2,3 liter. En aan de andere kant een melkreservoir van 0,7 liter. Hij heeft de barista-modus en hij heeft een auto milk clean. Hij heeft keramische maalschijven en hij heeft een pompdruk van 19 bar. Hij heeft SensorFlow en hij heeft Aroma Double Shot. De look and feel, hij heeft RVS, zowel aan de voorkant als de zijkant, als de achterkant en de bovenkant. Maar het mooie ervan is, hij heeft anti-fingerprint, dus je hoeft hem niet de hele tijd schoon te maken, zoals je gewend bent bij RVS. En hij heeft een mooi groot kleurendisplay. Ook heeft hij een auto milk clean functie, wat natuurlijk super handig is, want wat doet hij namelijk in het pijpje van het waterreservoir en de koffieuitloop, geeft hij eventjes een stoomshot, dat hij mooi schoon blijft, goed voor de hygiëne en handig, want je hoeft het zelf niet schoon te maken. SensorFlow zorgt dat de temperatuur van het water wat in de machine zit altijd constant blijft. Wat dus als het water te warm wordt, krijg je dus een beetje bittere smaak. Ja? En als het water dus te koud is voor het zetten, dan krijg je dus een beetje een zure smaak. En daar heeft dit apparaat dus geen last van, dankzij die SensorFlow. En nog een voordeel van het SensorFlow systeem is dat je snel koffie kan zetten als je het apparaat aanzet. En het is nog energiezuinig ook. En de bediening gaat via deze draaiknop en met één druk op de knop krijg jij dus wat jij zou willen hebben. Ja, deze jongen heeft ook de barista-modus, wat inhoudt dat je echt alles zelf kan afstellen zoals jij je koffie zou willen drinken. Nou, in dit geval de cappuccino. Kan je helemaal zelf de sterkte bepalen, zelfs de double shot en double shot plus plus. Wij kunnen bepalen de temperatuur. Bijzonder is dat je hem tot 96 graden kan instellen. De melkhoeveelheid van je cappuccino kan je instellen. De intensiteit kan je zelf instellen. Ja, natuurlijk ook altijd handig. En de hoeveelheid van je kopje kan je helemaal instellen. Alles zoals jij dus je kopje koffie zou willen hebben. En dit geldt dus niet alleen voor de cappuccino, maar ook voor alle andere producten. En bij deze volautomaat kan je 10 verschillende profielen aanmaken. En ik heb die voor mij dus er al op ingesteld, zodat ik exact de koffie krijg zoals ik hem heb gekozen. Dan helemaal rechts hebben wij de instellingen. Het mooie ervan is dat je het onderhoud van de machine exact hier wordt weergegeven hoe lang dat duurt. En bij de instellingen kan je ook bij dit apparaat, bij de bedieningsmodus, ja, wij hebben hem dan op de barista-modus staan, kun je hem ook op standaard-modus zetten. Mocht jij van één fout houden, maar dit hoort natuurlijk bij dit apparaat. Ja, het mooie van dit apparaat is dat je ook de uitloop omhoog kan zetten. Nou, dat hebben we ook wel nodig voor de latte macchiato. Dan pakken we even twee mooi hoge glazen. We doen er twee tegelijkertijd. En laten we maar gaan zetten. En aan de bovenkant zit het warmhoudplateau wat je aan of uit kan zetten. Maar het is ook altijd handig om je kopjes voor te verwarmen. Bovenop zit het bonenreservoir van 250 gram. Hier kunnen we de maalgraad mee instellen. Doe dit het liefst op het moment dat hij aan het malen is. We hebben hier het klepje voor de gemalen koffie. Altijd handig ook voor als je visite hebt en mensen die decafé drinken. Op het klepje zit ook een rubberen rand, zodat hij mooi stil is, want ook dit apparaat heeft volledige isolatie, want het is een van de stilste machines die op de markt bestaat. Aan de zijkant zit het waterreservoir, hier is een inkeping, eventjes aan de achterkant dat je hem zo naar de zijkant, en dan kan je hem zo eraf halen en makkelijk vullen. Achter het waterreservoir zit de Z-groep, we doen even deze twee knopjes bij elkaar, halen we de deksel eraf, hierboven het lipje, dat doen we naar achteren toe en dan halen we de speciale Z-groep uit. En deze Z-groep drukt niet alleen, maar die draait ook nog tijdens het aanstampen, zoals een echte barista ook doet. Wij van Coffee Discounter adviseren hem één keer in de week even met lauw water af te spoelen, even goed af te schudden,
En op die manier blijft deze machine lekker fris. En aan de linkerkant zit het melkreservoir van 0,7 liter, makkelijk eruit te halen. En aan de onderkant zit de wateropvangbak en de koekjes, oftewel de restjes van de koffiebonen. Mocht jij wat aan deze video gehad hebben, vergeet dan eventjes niet op het duimpje te klikken. Of dat je hem deelt met je vrienden of op social media. En wil je hem bestellen? Klik dan hier op de bestelbutton. Ja, moet je er wel op klikken, want dan ga je naar de productpagina.